We komen er eigenlijk niet zo heel graag, toch, in een sterfhuis of sterfkamer. U weet het wel, zo'n zo ruimte waarin je de dood bijna voelt. Iemand is stervende en je hoort de zware adem, dat is aangrijpend. Maar weet u, in een sterfkamer zijn is tegelijkertijd ook zo slecht nog niet. De Bijbel zegt zelfs dat je daar beter kunt zijn dan op een feest. Hoor maar wat prediker zegt. Prediker 7, vers 2 zegt: het, het is beter naar een klaaghuis te gaan dan naar een huis te gaan waar het feestmaal gehouden wordt. Want dat is immers het einde van ieder mens: een sterfhuis. En eenvoudig gezegd: het is beter dat je naar een huis vol rouw gaat, in plaats van een huis vol feestrumoer. Want in een huis van rouw eindigt iedereen. Met andere woorden. Sterven moeten we allemaal. En dan? Kijk, jongelui, op een gemiddeld feestje. ga je daar nooit over nadenken. Maar dat bedenk je wel. als je bij een stervende bent. Jongens en meisjes, pas hoorde ik nog een verhaal van een man. Dat zat hij mij te vertellen. toen hij nog jong was. toen zat hij op zee, vertelde hij. En. Uh... Hij leefde niet zo netjes leven. En als hij niet op zee was, zat hij in de kroeg. Zat hij al zijn geld te verdrinken. En hij was vaak dronken. Maar een keer toen hij terugkwam van zee, jongens en meiden, toen, toen stond zijn vader op de kade. En, en toen de boot bijna aan de wal was, toen zei, ze, zei die man tegen zijn zoon: je, je moet direct naar opa toe. Hij ligt op sterven. Nou, die jongen schrok, hé. Dus die rende meteen de kant op en naar het huisje van zijn opa. Zo vertelde hij mij. En toen hij binnenkwam, op dat moment, toen stierf opa. Precies op dat moment. En die man vertelde mij, toen is er echt iets veranderd in mijn leven. Toen heb ik vanaf die dag, heb ik gedacht, en als ik nou moet sterven, waar ga ik dan heen? Maakte onvoorstelbare indruk, gemeente. Toen ineens die momenten waren van tijd en eeuwigheid. Je zou kunnen zeggen: de Heidelberger, die neemt ons eigenlijk vanavond ook mee naar zo'n moment. Een sterfkamer, het is, het is het sterfuur van de Heer Jezus. Nee, nee, gemeente, het is, het is bij het sterven van Jezus niet zoals op de meeste sterfbedden. U weet, hè, dan, dan is het stil en dan, dan fluisteren we. En we maken de droge lippen van de stervende nog wat nat. En we fluisteren en we schudden de kussens nog wat op. Maar bij Jezus niet. Dat ging zo intens anders. negen nee, gemeente bij hem geen geliefde die zijn uitgedroogde lippen nat maakte. Hij hangt aan een kruis, daar hebben zij hem vastgespijkerd. Zijn, zijn sterf is omringd met rumoer. En de spot is niet van de lucht, geen moment. Gemeente, zo, zo is het stervensuur van Jezus. En, en, en dan te bedenken dat, dat hij de macht heeft zich eraan te onttrekken. Anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Nou, denk erom dat hij dat kon. Hij kan zichzelf verlossen, M maar hij ondergaat het. De, de volle toren van God komt op hem als een bliksemafleider af. Hij trekt het als waar, als een bliksem afleiden naar zich toe. En hij bidt, hij strijdt, hij, hij, strijd, hij leidt en hij schreeuwt het uit van ontzetting. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En tenslotte komt zijn einde. Moe gestreden en uitgestreden. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En hij sterft. Gemeente, het was een aangrijpend moment. Dat sterven. Als hij zijn laatste adem uitblaast uit dat moe lijf en dat stuk geslagen lichaam en de dood intreedt. En de leerling die aan wordt gesproken in de Heidelberger Catechismus, die, die laat dat op zich inwerken, dat sterven van Jezus. En dan komt er ineens een vraag. Misschien is het soms je eigen vraag wel of herkenbaar, of misschien als je gesteld wordt, wordt het herkenbaar. De vraag is waarom? Waarom moest het zo en kon het niet anders?